Jullie zijn al een hele tijd aan het werk met een omgevingsvisie voor Leiden 2040. Dat klinkt nog heel ver weg. Ja, maar het is ook tegelijkertijd heel dichtbij. Hè? We zijn echt bezig met de toekomstvisie van de stad. En we hebben al een eerste omgevingsvisie neergelegd in 2019. En nu hebben we een tweede versie. En daar zijn we een stuk concreter geworden om echt de woningbouw te combineren met mobiliteit. Met hè, waar heb je de banen, waar heb je het groen. Dus, en ja, we hebben inmiddels hebben we dat ook helemaal in kaarten vastgelegd. Dus er zitten ook vier thema's in, hè? Blauw en groen. Dus, en je ziet ook vanuit de stad dat er heel veel behoefte is om doorzichten van waar gaan we nou naartoe. Hè? Als we zoveel bouwen, houden we dan nog groen over? Nou, die kaarten maken heel mooi inzichtelijk waar we groenstructuren kunnen verstevigen. We hebben bijvoorbeeld Single Park. Maar wat we nu zien is dat er ook een tweede ring kan gaan ontstaan. En dat is ook heel mooi zichtbaar op die kaart. Dus een buitenring. Met notabene nog spaken die dan echt haak staan op die ringen en die naar buiten gaan. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat is niet de buitenkant van de singels, maar veel verder weg nog, hè? Ja. Een veel grotere ring. Ja, een veel grotere ring. Dus eigenlijk een soort... Waar loopt die dan ongeveer? Nou, echt op de buitenlijn en de contouren van de stad. En daarbinnen heb je dus ook nog de spaken en de verbindingen. En dat willen we dus ook op deze manier goed inzichtelijk maken, zodat we ook echt, als we dan inderdaad aan het bouwen zijn, ook goed kunnen laten zien van waar we naartoe gaan. Nou, dat is de ene lijn. Dan hebben we nog een lijn, dan hebben we het vestigingsklimaat. Daar laten we zien, dat is ook heel vaak de vraag, ook vanuit bedrijven, van ja, maar waar kunnen wij ons dan, kunnen wij nog wel voldoende vestigingsplaats hebben? Nou, dat maken we ook inzichtelijk in die kaart. Van, we hebben natuurlijk het Leiden Bioscience Park, wat enorm groots is. En ook nu ook internationaal natuurlijk op de kaart staat. Maar zo hebben we allemaal locaties aangeduid, verschillende type bedrijven in de stad. En waar daar ook plek kan zijn, ook richting 2040. Waar we nu staan, de Lammenschans driehoek, dat is ook echt een van die hele nieuwe wijken eigenlijk van Leiden, hè? Ja, nou dat is het leuke, want naast die twee thema's hebben we dus nog een derde thema, dat is duurzame mobiliteit. En dan maken we echt die shift inzichtelijk, hè, naar OV en naar fiets. En er zijn ook altijd heel veel vragen over in de stad, dus ik zou zeggen, bekijk die kaart ook. En dan hebben we de ondergrond, en die maken we ook inzichtelijk, hè, waar bijvoorbeeld energiestructuren moeten komen, omdat we natuurlijk ook warmtenetten willen aanleggen. Maar ook plant- en dierruimte willen geven. Nou, jouw vraag ging natuurlijk over, ja, we staan hier. Dat heeft heel erg te maken met wat voor klimaat wil je nou creëren? Nou, dit is dus, de Lammenschans driehoek, is een hoogstedelijk dynamisch klimaat. En daar hebben we natuurlijk, ook de binnenstad is natuurlijk een echte stadskarakter. En zo hebben we dus op de kaart aangegeven dat we daarnaast, dus die binnenstad, dat meer stads en levendig is. Dus dat is een tweede type klimaat. En dan hebben we een derde type klimaat, dat is eigenlijk groen en luw. En die zitten aan de zijkanten van de stad. Zodat een ieder die ook in de stad woont of iets in de stad wil gaan doen, ook weet van wat voor klimaat we willen creëren, wat voor woonklimaat. Als we hier even achter u kijken, daar verrijst ook zo'n heel groot nieuw wooncomplex, de Ananas. Hè? Ja. Hoe hoog wordt die eigenlijk? Nou, die wordt volgens mij iets van 50 meter. De exacte afmetingen moeten we even checken. Ja. Maar we hebben inderdaad ook in die omgevingsvisie hebben wij de locaties aangewezen waar hoogbouw kan plaatsvinden. Want er is altijd een enorme roep in die stad van ja, hoe hoog gaan we dan? En is dit de enige locatie of willen we dan meer locaties? Nou, we hebben de hoogbouwparagraaf toegevoegd in die omgevingsvisie. En daar hebben we dus inzichtelijk gemaakt waar er hoogbouw kan plaatsvinden en hoe hoog dat dan kan gaan. En hoe hoog kan dat dan gaan? Want we weten niet. Bij de Willem de Zwijgelaan tot 115 meter. Gaat dat dus op meerdere plekken gebeuren? Nou, we hebben in deze omgevingsvisie, wat overigens een concept is, hè, daar kunnen mensen nog op reageren. In deze omgevingsvisie hebben we vier locaties aangewezen. Dat hebben we ook gedaan na een week van de Leidse hoogbouw. Hè. Dus we hebben ook al input opgehaald en nu komt de tweede ronde. We hebben die vier locaties is dan Leed, dus het is echt langs de wegen en langs LV. Tweede locatie is stationsgebied. Daar hebben we twee plots aangewezen, of in ieder geval twee sterretjes staan. En helemaal aan de andere kant, dat noemen we Entree West. Dat is bij Holiday Inn in de buurt. Nou, dat zijn vier locaties waar echt wat meer de lucht in gegaan kan worden. En je ziet natuurlijk vooral ook wat ik net zei bij OV. En langs snelwegen kunnen we gewoon iets meer die hoogte in. Dus we hebben variatie van 50 naar 70 en hoger dan 70. En hoger dan 70 is echt maar alleen op die vier locaties.
En is dat dan à la Liti 115 meter? Of nou ja, bijvoorbeeld in Rotterdam gaan ze ook wel een paar honderd meter de lucht in. Nou, wat belangrijk is voor die hoogbouw, dat we daar echt ook een kwaliteitstoets aan koppelen. Dus het is meer dan 70 meter. Maar we hebben wel gezegd, er moet ook echt goed gekeken worden wat voor kwaliteit er wordt neergezet. Dat is dus kwaliteit van het gebouw, maar ook ten opzichte van de omgeving en hoe je varieert in de hoogbouw. En wat we ook heel mooi in de kaart over hoogbouw hebben aangegeven, zijn de historische zichtlijnen. Want daar hebben we ook naar gekeken. Hebben we al 70 meter in Leiden? Ja, wij zijn natuurlijk bezig ook in het stationsgebied. Hè? Dus ja, iedereen kan ook wel zien wat 70 meter is. Het is natuurlijk ook, ja, je bent met een volgende schaalsprong in die stad bezig. En ja, onze opgave is om dat zo goed mogelijk te doen. En je ziet ook in de stad natuurlijk dat mensen ook denken van wauw, wat is dat hoog. Maar je ziet als er dus inderdaad zo'n klimaat ontstaat. En als je ook doorzichten geeft van waar het groen moet komen, hoe de mobiliteit is geregeld. Dat je dan ook één geheel gaat krijgen. En daar, ja, dat is uiteindelijk de taak en de opgave waarvoor we staan als deze stad zijnde.